Remediering, formules omvormen. Op het examen is dat niet bij iedereen gelukt, vandaar dat ik het kort herhaal. Je hebt dat nodig binnenkort bij natuurwetenschappen en om de komende jaren in fysica, chemie en andere wetenschappelijke vakken komt dit vaak aan bod. Ik overloop eventjes de basis. Je krijgt een bepaalde formule en die formule staat niet in de juiste vorm. Je krijgt een vraagstuk of iets dergelijks en je moet hier de R, wel de weerstand, gaan berekenen. Om dat te vinden moet er staan R is gelijk aan en dan de rest van je formule. Hoe ga je nu vandaag van deze formule naar een formule met R, zodanig alle verhoudingen kloppen? Wel, we hebben ons stappenplaatje gezien voor het examen. Wat ga je doen? Je hebt de R nodig. Dan moet je ervoor zorgen dat de R apart staat in dit geval het rechterlinks. Dan gaan we kijken wat staat er bij die R nog bij. Bij die R staat maal I. We hebben de balansmethode gezien bij vergelijkingen en je gaat die hier ook gebruiken. Dus wat gaan we doen? We gaan in het linkerriet en in het rechterriet dezelfde beweging doen. Welke beweging gaan we doen? We gaan aan beide zijden delen door I. Gedeeld door I, gedeeld door I. Waarom doe je dat? Omdat je dan in je rechterlinks de I in de teller en de I in de noemer kan gaan schrappen. Dan vallen die weg. Als je dan gekeken hebt, dan zie je dat enkel je R overblijft, zoals hier. In je linkerlid staat aan de andere kant U gedeeld door I en dat is je omgevormde formule. Hetzelfde voor de volgende opdracht. Je krijgt hier V is gelijk aan L maal B maal H. Als we gaan kijken, we hebben H nodig. Dan moet je weer gaan zien, oké, wat staat er in mijn rechterlinks nog bij de H? Dat is maal B en maal L. We gaan dat wegwerken, dus we gaan aan deze kant delen door L en delen door B, zodanig dat we kunnen schrappen zodanig. Dan moeten we in ons linkerlid ook delen door L en delen door B. In je rechterlid ga je schrappen, je ziet H blijft alleen over en dat is dan gelijk aan V op L maal B. Je weet nog, alles wat in je noemer staat is een deling, dus alles wat onder de breukstreep staat, daarvoor gaan we delen. Dat zijn je eerste twee formuletjes, dan gaan we verder. Formule wordt iets langer. Je hebt P maal V is NRT en we hebben T nodig. Zelfde werkwijze, we kijken, ah, mijn T staat in de rechterlied, rechts van het is gelijk aan T. Dus ik ga aan beide zijden hier delen door N en delen door R. Weer hetzelfde, op die manier kan je schrappen en weg. R weg en onze T staat apart. T staat apart, aan de andere kant staat P maal V op N maal R. Zelfde formule, andere grootheid die gevraagd is, we willen V weten, die staat in het linkerlid. Dan gaan we alles in het linkerlid wat bij de V staat wegwerken, dat is P. Dus we gaan hier deel door P doen. Hier gaan we ook deel door P doen. Dan kan je schrappen. En dan zie je dat V gelijk is aan N maal R maal T gedeeld door P. Onze formule wordt weer een stapje moeilijker. Maar onze stapjes zijn hetzelfde. I is gelijk aan R tot de tweede maal H maal Pi op 3. Dat is de formule voor een kegel. We hebben R nodig. Dus wat ga ik doen? Ik zie wat staat er bij mijn R allemaal bij. R staat in het rechterlied. Maal H. Dan gaan we aan beide kanten gedeeld door H doen. Maal Pi. Aan beide kanten gedeeld door Pi. Dus ik ga mijn breukstreep wat langer maken. En je hebt hier gedeeld door 3 die je moet gaan wegwerken. Dus wat ga ik doen? Aan twee kanten dan. Maal 3 erbij plaatsen. Maal 3 aan deze kant. 3 maal aan deze kant. Waarom doen we dat? H in de teller, H in de noemer schrappen, Pi in de teller, Pi in de noemer schrappen, en je hebt maal 3 in de teller en gedeeld door 3 hier, voilà, die schrappen op. Je formule staat hier en je hebt je R tot 2 in de rechterlid, alleen nog alles is geschrapt, en je hebt hier 3 maal I op H maal Pi. Wat is er natuurlijk nog verschillend? We hebben hier een twee macht, R tot de tweede, en hier staat gewoon R. Wat we dan gaan doen om die tweede macht weg te werken, is de vierkantswortel nemen van ons formule. Dus omdat hier een tweede macht bij staat en hier niet meer,
ga je een vierkantsfoto nemen van alles van volledige formule. Dat komt ook terug bij deze formule, stelling van Pythagoras. We hebben b nodig, b staat in het rechterlied. We gaan nu aan twee kanten min c tot de tweede bijschrijven, want we moeten plus c tot de tweede wegwerken. Dan krijg je min c tot de tweede, min c tot de tweede. Plus c tot de tweede, min c tot de tweede kunnen we schrappen. Dan is b gelijk aan a tot de tweede, min c tot de tweede. En weer hetzelfde, je hebt hier b tot de tweede macht, wordt b. Dus je neemt een vierkantswortel van volledig je formule. Altijd dezelfde werkwijze. Gebruik je balansmethode en duid aan beide zijden telkens goed aan wat je gaat doen. Schrijf het erbij en zorg dat de grootheid die je nodig hebt alleen staat.